Wees stil en weet dat ik God ben, is het eerste deel van Psalm 46, 11. Het woord stil komt uit het Hebreeuws en betekent loslaten of laten gaan. De betekenis hiervan kan het best begrepen worden als jezelf toestaan om jezelf los te laten. En met jezelf wordt de illusie. Van jezelf bedoelt. Wij hebben een lichaam, maar we zijn niet het lichaam. Wanneer je dat proces ingaat, zul je je herinneren wie je werkelijk bent en weet dat ik God ben. Dit is geen godslastering, maar het hart die contact heeft met het universum. Het is de weg naar binnen. Weinigen kiezen deze weg. Velen zijn bezig met alles wat buiten hen ligt. Ze voelen zich ongelukkig, onrustig en opgejaagd. Ze leven niet vanuit aandacht, maar vanuit doen, zoeken en bereiken. Ze blijven op zoek naar dingen buiten zichzelf. Deze hunkering is wat lijden brengt. De stilte opzoeken is daarom niet een fijne bijkomstigheid, maar noodzakelijk voor de ontwikkeling op je spirituele pad en je zoekende, vermoeide ziel. De kunst van stil zijn is niet passief. Het is een actieve beweging met het diepste deel in jouw zijn. Het is in stilte dat je geest kalmeert en de innerlijke geluiden van gedachten, oordelen en angsten verdwijnen en voor een diepgaande stilte zorgen. Stilte is geen afwezigheid, maar een aanwezigheid. Deze stilte gaat voorbij worden, voorbij gedachten. Het is het ervaren dat we meer zijn dan ons materiële bestaan, meer dan onze gedachten en emoties. Het is een ontwaken naar een bewustzijn dat is verbonden met het universum. Wees stil en weet dat ik God ben. Is dan ook een uitnodiging om het goddelijke in jou te onderzoeken. Het sleutelelement ligt in: Weet dat ik God ben, zodat je gaat nadenken over je ware kern, je ware natuur. Om je bewust te worden, niet van God, maar DAT je God bent. Binnenin jou zit een vonk van het Goddelijke, een fragmentatie van onsterfelijkheid die zichzelf zoekt om zichzelf te kunnen ervaren in dit moment. Een fragmentatie van de onsterfelijke. In de stilte raakt het ego gedesillusioneerd. Het ik dat jij zo veel beschermt en verdedigt. Dit construct van geloven in je gedachten en percepties is vaak een obstakel. Om je ware goddelijkheid te ervaren. Het ego verzwakt je. Ik ben aanwezigheid is een staat van zijn dat puur, onvervalst en authentiek is en je juist kracht geeft. Deze realisatie transformeert. Het draait niet om stil te vinden als uitvlucht. Het gaat om het herontdekken. Van jouw plek in het geheel. Het gaat erom dat je niet slechts een toeschouwer bent in de dans dat het leven heet, maar dat je een actieve deelnemer bent die de kracht heeft om je eigen realiteit te vormen, om je te verbinden met jezelf en anderen op een diep niveau. Je ontdekt dat je gedachten, emoties en geloofsovertuigingen van invloed zijn. Op hoe je de wereld ziet en hoe je daarmee omgaat. Met deze realisatie brengt dit ook verantwoordelijkheid met zich mee om bewust te kiezen wat je gelooft en hoe je daarnaar handelt, zodat dit op één lijn ligt met je ware natuur. En welke reflecteren dat je diep van binnen weet wie je echt bent en van daaruit ook handelt. In de stilte vind je creativiteit en inspiratie. Het kalmeren van de geest opent een ruimte om nieuwe ideeën toe te laten en visioenen te ontvangen. In de stilte worden de fluisteringen van het universum gehoord. Ze begeleiden je, inspireren je en laten je mogelijkheden zien welke je nooit had kunnen bedenken. Maar hoe integreren we de stilte in onze levens? Het begint met een bewuste beslissing: een pauze te nemen van alle zinloze activiteiten en rumoer om ons heen. Het gaat om op dagelijkse basis momenten te vinden om stil te zijn, om te ademen en aanwezig te zijn. Of het nu door middel van meditatie gebeurt. Of door een wandeling te maken in de natuur of simpel door te zitten en rustig je adembaar te nemen. Deze momenten van stilzijn zijn net als portalen naar een dieper voelen, een dieper begrijpen van je goddelijkheid. En als je dit beoefent, zul je veranderingen bemerken, niet alleen hoe je je voelt. Maar hoe je interactie is met de wereld. Je relaties verdiepen. Je werk wordt betekenisvoller. En je leven verrijkt omdat het geworteld is vanuit het hier en nu. Wees stil en weet dat ik God ben is meer dan zomaar een bijbelvers. Het is een voetpad voor een meer bezield, verrijkt. En verbonden leven. Het is een uitnodiging om de diepste diepte van je wezen, om het goddelijke in jezelf te ontdekken. Een diep weten wie je bent. Laat ons deze stilte opzoeken en laten we de stilte omarmen. Maar hoe doen we dat? In een wereld vol herrie, oneindig veel afleiding en meedogenloze druk. Het gaat er niet om om je terug te trekken van de wereld, maar om te herontdekken wat jouw plek in de wereld is. Het gaat om een middelpunt te vinden waar je kalmte en helderheid vindt te midden van alle chaos. Een heiligdom van vrede die je bij je draagt. Waar je ook gaat. Een uitnodiging om stil te zijn is niet alleen fysiek, maar om een diepgaandere staat van bewustzijn te ervaren. Het is een roep om de geest te kalmeren en alles wat extern is los te laten. En ontwaken in een aanwezigheid dat er altijd al is geweest en altijd. Zal zijn. Altijd klaar om gezien te worden. Ben jij je bewust van je goddelijkheid? Of maak jij jezelf nog steeds klein? Ben je banger voor je licht dan voor je schaduw? Het weten wie je werkelijk bent zal je transformeren. Het zal je ontwaken in je ware natuur. In de realiteit dat jij in je kern God bent. Jij bent een expressie van God, veel meer dan je nu kunt begrijpen. In contempleren ligt een immense kracht om God te kennen. De afleiding in deze wereld kun je daarom ook zien als een geweld naar de mensheid toe, om niet naar binnen te keren met aandacht. Om zo je ware kracht daar te ontdekken. Veel mensen kunnen niet alleen zijn, worden onrustig of eenzaam als ze in gezelschap van zichzelf zijn, zoeken onophoudelijk naar alles buiten zichzelf om maar niet samen met zichzelf te hoeven doorbrengen. Terwijl in stilte en alleen zijn rijkdom te vinden is. Stilte is de taal van God. Al het andere is een armoedige vertaling. We dienen God te leren kennen. En dat kan niet als we rusteloos en onrustig zijn. Zie hoe planten, gras, bloemen en bomen groeien in stilte. Zie hoe de sterren, de zon. De maan bewegen in stilte. We hebben stilte nodig om zielen te bereiken. Stilte is daar waar creativiteit en oplossingen voor problemen gevonden worden. Er is geen betere, trouwere vriend dan stilte. Stilte is de beste danser. In stilte vindt de ziel haar licht en haar weg. God is stilte. Wanneer is de laatste keer geweest dat jij 30 minuten hebt stilgezeten zonder iets te doen? Simpelweg hebt gezeten en adem hebt gehad? Er is zoveel te doen. Dat het moeilijk is om stil te zitten en niets te doen. Maar het paradoxale is dat juist in die constante beweging een eenzaamheid zit, een droefheid. Stilte wordt onderschat in deze snelle 24-7 maatschappij waarin wij leven. Bewegingloos zijn is veel meer dan alleen de afwezigheid van fysieke beweging. In spiritualiteit betekent het dat je de fysieke dimensie overstijgt en je je in de kalme geest ingraaft. Het is een bewuste pauze, een bevrijding van het constante gekwetter van de geest en de drukte van alle dag. Stilte is een poort naar het goddelijke, een ruimte waar je je kunt verbinden met je zijn. Het is in de stilte waar. Externe herrie vervaagt en die de fluisteringen van je binnenste tevoorschijn laat komen. Het stil zijn is geen uitvlucht om al het tumult te ontvluchten. Het is de manier om in verbinding te komen met je ware zelf, met je kern, met een realiteit die niet gezien kan worden met je ogen. Stilte is de weg naar verlichting. Verlichting heeft niets te maken met een volmaakt vredig mens, maar heeft te maken met het loslaten van gehechtheden en van het oordeel van de duisternis binnenin je loslaten. Verlichting is weten en belichamen dat jij het licht bent. Jij bent de belichaming van het licht. Wanneer je je schaduw zeiden jouw donkere weggestopte delen niet onder ogen ziet, zul je ze blijven projecteren op anderen. Alles wat je bij anderen beoordeelt of veroordeelt, is datgene wat je in jezelf nog niet geheeld hebt. Religie leert ons dat de duivel buiten ons is en dat terwijl de duivel, oftewel het ego, binnenin ons zit. Laten we daarom eerlijk naar onszelf kijken en bewust worden van de aspecten van onszelf die we niet willen zien. Het is de stem van het ego die bepaalt wie we denken te zijn. Het ego wil ons laten geloven dat we of niets fout kunnen doen en dat het aan de ander ligt, of dat we minder waardig zijn, niet goed genoeg zijn. In stilte zijn is geen beoefening, maar een staat van zijn. Stilte is innerlijke vrede met al dat zich aandient. Acceptatie van dat wat zich ontvouwt. Stilte heeft nog meer veel meer voordelen. Mediteren en mindfulness hebben positieve effecten. Op je gezondheid. Het verlaagt stress en angst. Het bevordert de concentratie en je emotionele welzijn. Het verlaagt je bloeddruk en verbetert je slaapkwaliteit. Het voordeel is niet tijdelijk, maar werkt ook door op de lange termijn. Stilte opent een deur om jezelf beter te begrijpen. Het stopt de constante zoektocht naar, ex naar externe stimuli. En je stapt een ruimte in die persoonlijke inzichten en creativiteit bevordert. Waarbij je in contact komt met iets dat veel groter is. Stilte bevordert je fysieke, mentale, emotionele en spirituele gezondheid. Stilte bevordert... Is de afwezigheid van geluid. Zitten in stilte is een mooie oefening om mee te beginnen. Stil zijn is in kalmte zijn, ook al is er wel geluid. Het is een sereniteit, alsof de zonsopkomst de mist doet vervagen. De tastbare wereld verdwijnt en je voelt je tijdloos. En ervaart je kernessentie, welke puur licht is. Als je dieper duikt, ervaar je eenheid met alles. De grenzen tussen jezelf en het universum vervagen. Je bent niet langer een toeschouwer, maar een onderdeel van het geheel dat is. Je bent niet langer in de aanwezigheid van het Goddelijke. Je bent het Goddelijke. Deze realisatie maakt nederig. Je bent niet slechts een druppel in de oceaan. Je bent de oceaan in een druppel. Dezelfde energie die de sterren beweegt, is levend in jou. God is niet buiten je. Maar een intrinsiek deel van wie je bent. Ik ben God. Niet op een grandioze egoïstische manier van zelfverheerlijken, maar met een diepgaand weten dat dit ons ware kern is. Overal om je heen is God. Overal waar je kijkt, zie je God incognito. Als manifestatie om zichzelf te leren kennen. Een unieke expressie van het oneindige. Je ziet de wereld door nieuwe ogen. Je beseft je dat alles en iedereen een expressie is van het goddelijke. Een medereiziger op deze ongelooflijke, ongeloo mooie reis in het leven. Deze realisatie is niet het einde, maar slechts een begin. Van een nieuwe manier van zijn en leven. Wat er ook gebeurt in het leven, door dit te weten kun je altijd naar je eigen veilige thuishaven. De kern van wie je bent, die is daar aanwezig. Dit kun je alleen ervaren door in complete stilte te zitten. Te zijn. Begin met oefenen. Het beoefenen om in stilte te zijn. Eet in stilte. Wandel in de natuur zonder koptelefoon op. Of boek een stilteretrette. Om stilte-technieken te leren en toe te passen. Neem periodes waarin je alle apparatuur uitzet. Al is het maar voor een uur. Creëer een ruimte van al het digitaal geweld. Als je het lastig vindt om in stilte te zijn, gebruik dan je ademhaling als techniek. Focus op je adem. Het zal je lichaam laten ontspannen en je geest kalm te laten worden. Er zijn vele manieren om te mediteren. Je kunt zazen, dat is zittend, mediteren in een positie dat je ontspant en aanwezig blijft in het hier en nu. Focus je dan op je ademhaling en de gedachten die komen en gaan zonder gehechtheid. Ervaar diep in jou een aanwezigheid en bewustzijn. Awareness. Is consciousness. Je kunt ook lichamelijke sensaties opmerken zonder gehechtheid. Je ontwikkelt en versterkt innerlijke rust ondanks externe omstandigheden. Er kunnen dingen gebeuren in je leven, maar diep in jou zit een kalm, onverwoestbaar, onwankelcentrum. Dit zorgt voor een meer sereen en stabiel bestaan. Spiritueel ontwaken is een achtereenvolgend proces van diepe inzichten, openbaringen en jezelf leren kennen. Je schaduwkant belichten, oude pijn aan durven kijken, patronen doorbreken en een steeds Authentieker leven leven. Het gaat om het goede willen doen. Bijschaven. De lagen van de ui afbellen. En je bewustzijn verruimen. Woorden limiteren. Wat ervaren wordt. Dus ik wil je aanmoedigen om de stilte te omarmen. En om ervaringen aan te gaan. Die lijken buiten je bereik te liggen. Vind vreugde in het onverklaarbare. Laat je transformeren door je duisternis aan te gaan en het te veranderen in licht. De mystieke ervaringen die je hebt zijn een ontmoeting met God. Deze kun je proberen te verwoorden, maar het zal je ontbreken aan taal.